Antonov 124 is eigenlijk bijzonder vanwege de grootte en de omvang en het gemak van het laden. Dit toestel kan eigenlijk overal ter wereld aan de grond gezet worden. En de grootte van de cargo maakt het heel eenvoudig om het te laden, wat in een 747 niet kan. In de 747 heb je altijd highloaders nodig. En hier doen ze de voor- en de achterkant open. En ze kunnen er letterlijk met de trucks inrijden. En ze kunnen het met de interne kraan kunnen ze de kolis er zo aftillen. Wat wordt er vervoerd? Een productiemachine voor ijskasten. Het zijn twee productielijnen. En de eerste hebben we gevaren. En de tweede kwam in de problemen met de deadline van testen. En daardoor zat er heel veel druk op de zending en moest het alsnog vliegen.